de dames De Bruiker, Oppe, Van Houten, Koenen en Van der Kooi. En de heren Pannenbakker, Goosen, Baks, Van Veen, Paardenkoper en Onderwater. Na het opnoemen van de namen van de afwezige raadsleden concludeerde burgemeester Liesbeth Bloemen donderdag dat de opkomst te klein was om de raadsvergadering door te laten gaan. Dus ik stel vast dat er 2 leden aanwezig zijn. Alleen 2 leden van Progressief Zoeterwoude trokken ondanks de coronacrisis naar het gemeentehuis. Ja, ik ben gezond. Ik heb geen reden om niet te komen vanuit mijn gezondheid. En ook vanuit mijn persoonlijke omgeving heb ik geen aanleiding om te kiezen hier niet te zijn. Dat is voor andere mensen anders. En mijn afweging is dus geweest dat ik hier wel kon zijn vandaag. Ondanks de coronamaatregelen nam burgemeester Bloemen het initiatief om de vergadering toch te organiseren. Nou, er liggen een paar besluiten die we echt graag genomen willen hebben. En van laten we het dan doorgaan. Bovendien, een paar leden zeggen dat we het dan in april wel doen. Maar mijn insteek is dat ik denk dat april en misschien zelfs mei geen vergaderingen zouden kunnen zijn met quorum. Omdat dan nog steeds de regels van toepassing zijn. Per 6 april zou heel veel weer veranderen. Daar geloof ik niet in.